Dankjewel Remco voor deze mooie woorden. Dank voor de uitnodiging. Ik vind het een eer om hier te mogen spreken. En ik wil graag vanmiddag met jullie doornemen wat in een vogelvlucht de laatste 80 jaar gebeurd is op het gebied van dwarsleesrevalidatie. En ook een kijk in de toekomst geven. Nou ja, de disclosure is net al genoemd. Hier ziet u een plaatje van het handboek. Daarvoor heb ik een contract met de uitgever. Toen de nonnen zo'n 80 jaar geleden de Maaskliniek hebben opgericht, toen deden zij dit vast niet met een dwarsleespatiënt in het achterhoofd. Die bestonden namelijk eigenlijk op dat moment nog niet. Grofweg tot aan de Tweede Wereldoorlog werd een dwarslezing gezien als een niet te genezen aandoening. In de Edwin Smith Papyrus, dat zijn hele oude, een van de oudste medische geschriften, daterend uit zo'n 3000 jaar voor Christus, werd een dwarslesie beschreven als een ailment not to be treated. Die mensen overleden binnen een paar jaar na het ontstaan van een dwarslesie door nierfalen, urineweginfecties, decubituswonden. En dat is eigenlijk zo gebleven tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog waren er een heleboel soldaten die, als zij eenmaal het front hadden overleefd, een dwarslesie opliepen. Toen was er een Duitse neurochirurg die gevlucht is naar Engeland en die heeft daar een van de eerste dwarslesiecentra opgericht. En hij richtte zich op preventie van al die negatieve factoren en zorgen dat mensen weer een doel hadden om voor te vechten. Zo werd een dwarslesie een ailment to be treated. En rechtsonder ziet u een plaatje van de militairen die aan sport deden en daar zijn uiteindelijk ook de Paralympische Spelen uit ontstaan. De eerste ontwikkelingen op het gebied van dwarslesie waren ook niet zo spectaculair. De invoering van antibiotica om infecties te genezen. Vooral een goed blaasbeleid met katheterisatie, preventie van urineweginfecties. Preventie van decubitus door het toepassen van wisselligging. En ook de operatieve stabilisatie, waarmee mensen snel konden gaan mobiliseren en niet meer maanden op een bed hoefden te liggen wachten tot hun fractuur eindelijk genezen was. Ongeveer halverwege de jaren 80 is een van de klinische afdelingen van de Maartenskliniek zich gaan toerichten op de dwarslesierevalidatie. En naast deze afdeling in de Maartenskliniek zijn er in Nederland nog 7 andere centra die zich specifiek richten op deze doelgroep. Als je dan kijkt naar de huidige ontwikkelingen, dan richten we ons vooral samen met de dwarslesieorganisatie, een hele sterke patiëntenorganisatie, op inzet van ervaringsdeskundigheid in ons team. We hebben dus ook een betaalde ervaringsdeskundige als onderdeel van ons team. We willen de patiënt meer betrekken als partner in het hele revalidatieproces. Daaruit ontstaan hele mooie initiatieven op het gebied van participatie. En de Handbike Battle, waar Sonja dadelijk nog veel meer over zal vertellen, is daarvan een van de mooiste voorbeelden. Ook hebben we kritisch gekeken naar ons zorgproces. En hier ziet u een foto van de opening van de acute ruggenmergunit in het Radboud. Dit is een samenwerkingsverband met het Radboud en de Maartenskliniek. En in plaats van dat mensen met een dwarslesie nu overgeplaatst worden vanaf het Radboud naar de Maartenskliniek voor een revalidatie, worden ze nu doorgeplaatst gewoon naar een andere afdeling die toevallig in een ander ziekenhuis is. Alle protocollen zijn op elkaar afgestemd. En dat is heel relevant voor die eerste fase en om te voorkomen dat mensen slecht in het revalidatiecentrum terechtkomen. Natuurlijk zijn al die technische ontwikkelingen ook heel boeiend en uitermate belangrijk voor ons vak. Waarbij eigenlijk denk ik nog de grootste uitdaging is voor mij als dokter en voor ons hele behandelteam om te zorgen dat we al die technologische ontwikkelingen die op ons afkomen goed implementeren in de dagelijkse praktijk. We worden opgeslokt door algemene patiëntenzorg en dan is het best lastig om al die technologieën goed vorm te geven. Rechts ziet u een van de eerste technologieën op het gebied van lopen, want lopen is een van de belangrijkste speerpunten binnen de Maartenskliniek samen met de dwarslesie in het revalidatiecentrum. Rechts ziet u de loopcomat. In een harnas loopt een patiënt met een soort skelet om zijn benen op een lopende band. Bovenin ziet u de grill.
Daar is alweer virtual reality aan toegevoegd om het wat meer uitdagend te maken. En onderin ziet u Ruben, de andere piloot van een exoskelet. Ook de omgevingsbesturing en de domotica, die we allemaal al gebruiken, bijvoorbeeld met de thermostaat, is natuurlijk enorm belangrijk voor mensen met een hoge dwarslesie die eigenlijk niet zoveel kunnen. Door al deze technologieën zijn mensen in staat om zelfstandig een aantal uren per dag thuis te zijn en ook hun leven op een redelijk zelfstandige manier vorm te kunnen geven. Maar hoe leuk mijn vak ook is, en hoe graag ik dat ook de rest van mijn leven zou willen blijven doen, de belangrijkste ontwikkeling zou toch de genezing van dwarslesiepatiënten zijn. En daarvoor wil ik 3 grote stromingen eigenlijk even kort met u doornemen. De eerste is de enzym- en gentherapie. Een Nederlandse groep onder leiding van Joost Verhagen, een hoogleraar aan het instituut, een Nederlands herseninstituut, die doet onderzoek waarbij ze proberen met een enzym het littekenweefsel in het ruggenmerg op te ruimen en dan vervolgens door gentherapie te kijken of ze de beschadigde zenuwcellen weer in een soort van herstelmodus kunnen zetten, zodat die zenuwcellen gaan herstellen en het ruggenmergletsel kan genezen. Het is nog echt in een pilotfase en totaal nog niet toegepast op mensen. De volgende is de stamceltherapie. En stamcellen zijn eigenlijk een soort oercellen en die kunnen uitgroeien tot allerlei verschillende cellen. Het lastige van stamceltherapie is dat je ten eerste moet zorgen dat een zenuwbaan het ruggenmergletsel overbrugt. Er moet vervolgens een isolatielaagje omheen gelegd worden. En je moet zorgen dat die zenuwcellen ook contact gaan maken, zodat er elektrische signalen door gestuurd kunnen worden. Daarom is het ook nog niet mogelijk om dit op mensen toe te passen. Maar soms zie je in de media wel dingen over Tackle Jasper en muizen die ineens weer kunnen lopen na een dwarslesie. Een andere interessante ontwikkeling is de elektrostimulatie. En dat kun je eigenlijk op verschillende plekken in het zenuwstelsel doen. Ten eerste kun je een elektrode aanbrengen in de hersenen, die dan door aan een bepaalde beweging te denken, bijvoorbeeld een robotarm kan aansturen. De volgende is dat je het ruggenmerg gewoon zelf gaat stimuleren, door elektroden aan te brengen. Daarmee stimuleer je eigenlijk het zenuwstelsel rechtstreeks. En kun je bij mensen met een incomplete dwarslesie bijvoorbeeld zorgen dat de zenuwbanen zich gaan herstellen. Als je die 2 combinaties samenbrengt, dan komen we op de techniek van de verlamde aap, waar ik dus morgen wat meer over zal gaan vertellen in de radio. Het laatste wat je kunt stimuleren zijn de spieren zelf. Daarmee krijg je dus geen genezing van je dwarslesie. Maar je kunt wel zorgen dat spieren bijvoorbeeld wat minder dun worden. En door die spieren in verschillende volgorde te stimuleren, kun je ook zorgen dat er fietsbewegingen bijvoorbeeld gemaakt kunnen worden, zodat mensen met een verlamming toch kunnen fietsen. Het allermooiste zou ik het eigenlijk vinden als we bij het volgende jubileumcongres kunnen zeggen dat een dwarslesie ooit een aandoening was die bestond, maar dat het nu een ailment to be cured is. Dank u wel voor de aandacht.